Het is nogal indrukwekkend dit. Weet je, vooral als je zo de hoek om komt lopen en je ziet het ineens hangen. Ik weet natuurlijk dat het bestaat, het schilderij, maar het is nog groter dan ik ooit gedacht had. Er schuilen enorm veel verhalen achter een kunstwerk. Daarom mocht ik van het Mauritshuis een schilderij uitkiezen en daar iets over vertellen in een lied. Ik denk dat het superleuk is om eigenlijk als een hedendaags kunstenaar, maar dan in de muziek, naar oude kunst te kijken. En op die manier naar inspiratie op zoek te gaan. Okay. Dit soort schilderijen, daar moesten mensen enorm om lachen in een die tijd. Een beetje cartoonachtig eigenlijk in eigenlijk die tijd. Eigenlijk wel, ja. Ik hou meer eigenlijk van een beetje landschapachtige dingen. Alsof je een extra raam in je kamer hebt waar je naar buiten kijkt. Ja. What is happening here? What is happening here? Als je het hebt over landschappen, is dit eigenlijk het ultieme landschap. Ja, we hebben heel veel beesten erin. Ja. Rubens zorgde voor de figuren van Adam en Eva. En Breugel zorgde voor al die dieren. Die hebben echt letterlijk samengewerkt. Die hebben samengewerkt. Grappig, hè? Ieder zijn specialiteit wel. Ja. Hij is bijna op ware grootte. Zo, de mythe zeg. Godskeleer, wat is dat mooi. Ja, dat is... Ja, dit is het. En waar zit het hem dan in? En het is zo stil. Je kunt de stilte bijna horen. Hollands prachtige lucht. Die kerk, die ken ik. Ik heb er opgeklommen. Dit schilderij heeft alles waardoor ik denk, nou, gaan we eens een mooi poëtisch lied over maken. Ja. Dit doen we. Maar ik zie wat niemand ziet in het gezicht op Delft.